Dit stukje. Jouw gezicht zegt alles. Zoom even in. Verdrietig nieuws in de muziekwereld. Def Rhymes, ook wel bekend van Schudden en Dooku, is op 53-jarige leeftijd overleden. Ik heb hier in Rotterdam afgesproken met een DJ die zijn muziek nog wekelijks draait. En met de zanger van het bekendste nummer, Schudden. Hoe is het met je? Een beetje een emotionele rollercoaster, zeg maar. Je probeert alles een beetje plek te geven. En ik denk dat het sowieso bij mij heel erg diep in heeft gehakt. Omdat we toch een persoonlijke band hebben. Hij likt de microfoon. Ja. Dat is een van de vele rare dingen. Ja, dit is een momentje, ik weet niet. Nou, mijn idee, als ik het even zo één op één bedenk, denk ik dat Def Rhymes de allergrootste clubhit uit de Nederlandse geschiedenis toch wel heeft gemaakt. Als ik het zo bedenk. Ja, en welke is dat dan volgens jou? Ja, Schudden. Wat hem zo uniek maakte is dat hij comedy en de funzigheid en de schuinigheid, dat hij dat allemaal samenbracht. En ik denk dat dat ook zo bijzonder was. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Hij liet me die tune horen. Dus Schudden dan. De instrumental. En het eerste wat ik dacht is, wat de hel doe ik hier, weet je. Want ik dacht van ja, wat wil je dat ik hierop doe? Wat kan ik toevoegen nog met zang of zo, weet je? Het was een snelle beat. Ik dacht, ja, dit gaan we niet doen. Nee? Nee. Ik dacht echt letterlijk, dit gaat hem niet worden. En dat zei ik hem ook op dat moment. En hij bleef aandringen. Hij zegt, ja, doe het gewoon, weet je. Je kan dit. Ik zeg, oké, weet je wat? Laten we het gewoon doen. En toen ben ik de vocal booth ingegaan. En de eerste zinnen die in mij opkwamen waren, ja, tot de grond, schudde met die kont van links naar rechts. En hij zegt, ja, ga door. Wat zie jij er heerlijk uit? Oh, lekker hoor. Ik wil je ook even net als graag. En eigenlijk voor mij was het gewoon een demo-sessie, om eerlijk te zijn. Ik dacht ook letterlijk van, we gaan dit doen. En dan gaan we later het opnieuw opnemen om het te verfijnen en alles erop en eraan. Maar ja, een week later was het gemasterd en klaar. En toen begon de gekte. En toen begon letterlijk de gekte, ja. Dit is een vast nummer in mijn set. Het sluit ontzettend goed aan bij hetgeen wat ik doe. En op de verschillende plekken waar ik draai. Ik denk op ontzettend uiteenlopende plekken. De ene keer sta ik in een feesttent. De andere keer sta ik op een urban feest. Dan draai ik op een Caribisch feest, een Latin feest. Bedrijfsfeest, iedereen kent het. Kijk, hier, dit stukje. Jouw gezicht zegt alles. Zoom even in. Dit is voor mij zo'n bijzonder moment, ook als ik hier naar terugkijk. Dan zie je gewoon het kleine jongetje dat hem dan voor de eerste keer heeft gezien. En dan dat je samen op dat podium staat en die gekkigheid kan delen. Ja, heel bijzonder. Dit is voor mij echt een heel bijzonder moment. En zeker nu, nu hij er niet meer is, is dit iets wat ik toch al voor de rest van mijn leven zou koesteren, ja, zeker. Ik denk dat we Schudden over 30 jaar nog steeds gaan luisteren met z'n allen. Misschien zijn wij er dan zelfs niet meer. Maar die tune die gaat eternal doorgaan.